Hi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vintage shoplog met als gast mijn lieve Ginny. Die lag hier al zo schattig. Ik dacht, ik laat hem lekker liggen. Ik wilde dit in eerste instantie een vintage shoplog noemen. En terwijl ik het zeg, denk ik, ja, ik pak alle spullen erbij. Het is letterlijk alleen maar lofies. Je kunt wel zeggen dat ik van lofies hou. En ik dacht, voordat ik naar Bonaire ga, er zijn een aantal dingen. Daar heb ik, zeg maar, er is een broek, die zal ik je zo laten zien. Die zit gewoon super mooi en die vind ik heel fijn. En die hebben ze in 100.000 printjes en ik moet ze allemaal. En er zijn een aantal dingen die ik echt bewust voor Bonaire heb gekocht. Ik ga, voor jullie als je dit ziet, zit ik er al. Maar ik ga een maand naar Bonaire en ja... Ik dacht, hey, vindt het stelt me leuke dingen voor, die moet ik mee hebben. Dus ik ga het jullie laten zien. Allemaal lofies items. En ik zal de prijzen even in beeld zetten, want die ken ik niet uit mijn hoofd. Maar ik heb alles echt voor een prikkie weten te scoren. En laten we beginnen met deze. Want die is al uit de verpakking, omdat ik hem stiekem al aan heb gehad. Ja, ik ga nu bij alles zeggen, want dit is mijn nieuwe favoriete broek. En dat kan niet, want je kunt maar één favoriete broek hebben. Maar deze print... is zo mooi. Hier zat dat prijskaartje nog aan. Dit is niet het enige item waar het prijskaartje nog aan zat. Dit is echt niet normaal. Nou, weet je wat? Ik ga toch even Vinted erbij pakken en de prijzen bekijken. Want het is toch wel interessant. En dat maakt me altijd nog extra enthousiast als ik zie hoe duur ze dan waren. En dit is de broek waarover ik het heb. Die gewoon bij mij altijd heel mooi zit. Die zit zeg maar aan de bovenkant wel mooi strak. Dus er zit mooi omlijst bij je billen. Maar hij loopt wijd uit. En hij is ook lang genoeg. En dat is in mijn geval 9 van de 10 keer een probleem. Dat hij niet lang genoeg is. Hier heb ik in totaal met verzendkosten en bescherming. Dus ik ga even de totaalprijs zeggen. €8,66 voor betaald. Met prijskaartje. Waarom was hij nou zo goedkoop? Ik ga het hier eventjes kunnen zien. Er zit een foutje in de stof. Ja, ik weet niet of zij er te laat achter is gekomen en hem daardoor niet heeft teruggestuurd. Maar er loopt dus een witte lijn langs de naad. En het is niet een, het is echt gewoon, ja, de stof is helemaal intact. Er zit alleen een witte lijn in. Ja, maakt mij niet uit. Ik bedoel, vanaf hier zie je het al niet meer. En ik vond hem prachtig. Dus ik heb hem echt, hij is satijn, dat is wel anders. Want niet alle broeken hebben dezelfde stof. Dit is een satijnstof. En ik zal hem uiteraard ook even aantrekken. Ik ben zo intens verliefd op deze broek. Ik kan het niet omschrijven. Maar als ik deze broek aan heb, dan voel ik me echt mij. Dit voelt gewoon als Sophie. Deze heeft wel een klein beetje dat hij hier wat ruimte overhoudt. Dat zie je aan de voorkant een beetje. Maar ik vind het echt totaal niet storend. Want verder zit hij aan de bovenkant wel gewoon mooi. Hij zit super comfortabel. De lengte is geweldig. Ik hou van deze broek. Deze is grappig, want deze heeft een vriendinnetje van mij en ik vond hem haar zo mooi staan. En toen zei ik, weet je, ik wil hem gewoon heel graag hebben. Vind je dat oké? En dat is een pak. Even kijken hoor, hoe die hoort. Weet je, in de knoop met de touwtjes. Het heeft een naam. Ze hebben ook van deze meerdere printjes. Deze is dan van vorig jaar, maar ook dit jaar hebben ze weer nieuwe printjes uitgebracht. En het is een ripstofje. Wel iets doorschijnend. Daarom zit er denk ik aan de voorkant een extra lapje stof, zodat je daar niet er doorheen kijkt. De top is een maat L en de broek is een maat M. Dat had ze erbij gezet in de advertentie. Maar ik weet toevallig dat de top dus als je hem een kleiner bestelt heel wijd open valt. En als je hem groter bestelt kun je hem meer om je middel doen. Dat weet ik vanwege die vriendin. Maar ja, love it. Dit is zo Sophie. Ik heb hem nog niet aangehad. Ik heb in totaal €31,55 betaald. Maar het is dus, het zijn twee dingen die je ook los van elkaar kan dragen. Dus dit is wel het meest geld wat ik heb uitgegeven. Maar omdat het twee items zijn, is het eigenlijk dus maar €15 per item. En ja, ik weet gewoon dat ik hier heel veel plezier van ga hebben. Ik had dit niet verwacht, maar ik moet hier een beetje aan wennen bij mezelf. Waar ik hem bij ME echt helemaal het einde vind. Vraag ik me een beetje af of ik het me leuk vind staan. Ik vind ze afzonderlijk sowieso heel leuk. Dus dan zou ik ze ook dragen. Gewoon een mooie jeans eronder of hier gewoon een zwarte top op. De lengte is goed. Maar ik heb het vermoeden dat ze hem afgeknipt heeft. Want hij is volgens mij net iets korter als de rest. En ik zie ook een soort van kniprandje. Maar het zou ook zo kunnen horen. Ik durf het niet echt te garanderen. Ik denk dat ik gezamenlijk een beetje pyjama vibes krijg. Maar ik vind het gek, want ik vind het bij ME helemaal het einde. Ja, ik weet het niet. Maar
Dan ga ik ze afzonderlijk dragen en dan vind ik ze ook nog fantastisch. Verder zit het mooi. Ik ben blij dat de top L is, want inderdaad, anders blijft hij dus echt heel ver openstaan. Nou ja, en dan kun je er een mooie BH aan doen en dat is niet zo erg. Maar het is fijner als die ook gewoon beter dicht kan. Wat vinden jullie hiervan? Is dit leuk? Of kan ik ze beter afzonderlijk dragen? Dan hebben we een kort broekje. En die heb ik ook nog niet aangehad. Dit is een maat L. Bij korte broekjes vind ik dat over het algemeen fijner. Ik heb sowieso liever dat ze meer ruimte overhouden dan dat ze te klein zijn. Hier heb ik in totaal €8,66 voor betaald. Super mooi printje en hij is dus ook dubbel gevoerd. Ik heb deze nooit eerder gezien, want ik heb best wel veel items van Lovies die alsmaar terug blijven komen op Vinted. Gewoon printjes die je vaak terug ziet komen. Dat is bij deze niet. Ik heb deze nooit eerder gezien. En toen ik hem zag, hij stond dus voor €5 online. Ja, toen heb ik hem echt meteen gekocht. Maar ik moet hem dus nog even passen, dus ik hoop dat hij goed zit. Ik ben echt intens blij dat dit een L is. Want ik denk dat M niet eens goed was gekomen. Op zich hier wel, maar bij mijn bovenbenen niet. Dat had gewoon denk ik echt veel te strak gezeten. En nu zit hij gewoon mooi. Ja, heel leuk printje. Dit is gewoon top. Dit is zo'n lekker luchtig los broekje. Waarmee ik mezelf al helemaal op mijn scootertje zo op Bonaire zie rijden. Dus ja, goede aankoop. Heel blij mee. Dit is ook een item waar nog het prijskaartje aan zat. Maar ook die is eraf, want ik heb deze stiekem ook al aangehad. Oh man, ik vind het zo leuk. Deze print weer. En dit is het klassieke stofje wat deze broeken meestal hebben. En ik ga voor jullie even opzoeken wat voor stofje dat dan is. Dit vind ik ook altijd zo leuk. Binnenin staat dat dan. 100% cool girl. Nou, wat wil je nog meer? Oh, dit is gewoon polyester. De stof heeft niet echt rek van zichzelf. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden. Ik heb altijd maat M. En ja, die zit ook niet bij elke broek hetzelfde. En dat is ook wel een beetje normaal. Maar dat zul je ook bij de aanbeelden wel zien. Want deze zit bijvoorbeeld weer een stukje strakker dan de satijnen. Dus het is een multiple gok, maar over het algemeen, M is altijd goed. Deze heb ik in totaal voor €16,53 gekocht. Deze staat zelfs nog op de website. Dat is de grap. Je kunt deze in de sale nog kopen voor €21. Dus €16 is echt een koopje. Dit is dus de strakste van het setje. Deze omlijst eigenlijk het meest. Maar deze heeft ook gek genoeg, dit stofje, wel weer een beetje stretch. Waar die andere dat niet heeft. Dus dit, ja. Hè? Maar ik word er super, super blij van. Dit is echt amazing. Hele zomerse broek. Maar zo met een zwarte top vind ik het swinters ook gewoon heel leuk. Al ben ik sowieso iemand hoor die swinters gewoon heel veel kleur draagt. Maar ja, absoluut een succes. Deze vind ik leuk. Want dit is er eentje van dit seizoen. Van de huidige collectie. En die heb ik dus echt bijna zelf aangeschaft. Maar uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Omdat ik dacht, ja, ik heb het niet nodig. En ik wil gewoon het liefst zoveel mogelijk op Vinted blijven shoppen. En minder in winkels. En toen zag ik hem dus op Vinted staan. Met uiteraard het prijskaartje er nog aan. Er zit een rits aan de achterkant. Het is een maat L. Meestal neem ik dus M bij Lovies. Maar ik dacht, ja, dit is zo'n jumpsuit die best wel strak om het lijf zit. Is het een flared? Ja, het is een flared. Ik dacht, ja, nee, ik denk dat L beter is in dit geval. En hiervoor heb ik, even kijken, €17,58 betaald. Dat is echt, dit is een nieuwe collectie. Dat is echt geen geld. Het prijskaartje hangt er nog aan. Wat een leuk glitterkaartje ook. Ik zal kijken of de prijs er nog op staat. Nee, die staat er niet op. Ja, ik heb hem dus ook nog niet aangehad. Dus ik hoop dat hij goed zit. Ik heb dit echt heel goed ingeschat. Want deze zit echt strak. Tenminste, hij heeft rek. Het is een rekstof. Dus hij zit niet strak, maar zeg maar omsluitend. Dus als ik een maat M had gedaan, ja, dan had ik me niet comfortabel gevoeld, denk ik. De lengte is weer top. Ik vind hem nog steeds best wel omsluitend. Ik vind zeg maar het zwarte punt op mijn heupen erg aanwezig. Maar ja, hij maakt ook wel weer mijn taille heel slank daardoor. Maar ik moet er even aan wennen. Ik weet niet of ik me heel comfortabel erin voel. Al vind ik hem wel heel leuk. Dus het is waarschijnlijk mijn eigen onzekerheid die je nu hoort.
Dus hij gaat sowieso mee naar Bonaire, daar niet van. Ik denk dat ik hem iets vaker moet dragen en dat hij dan misschien wat op me groeit, zeg maar. Ja, ik vind de kleur heel leuk. De rits is handiger als je iemand hebt die kan helpen, maar het is gelukt. Ja, ik voel me niet helemaal mezelf erin. Dan, omdat ik er niet genoeg van kan krijgen, de broek in een ander printje. Ja, als ik zeg dat ik verslaafd ben aan deze broek, dan meen ik dat. Dit is een groene met een klein roze stipje. Deze was heel goedkoop, omdat zij zei... Ja, ik zie het zelf nauwelijks, moet je nagaan. Nou, hij is een heel klein beetje aan het pillen. Nou, ik zie er de ballen niet van. Maar hij was dus 5 euro, kan ik me herinneren. En met alles erbij 7 euro. 4 euro denk ik zelfs dat ik ervoor betaald heb. Dus in totaal 7,60 euro. En ja, de kleur, ik vind het fantastisch. En ik draag bijna alleen maar dit soort broeken. Ik vind het zo leuk. Het is een verslaving, ik geef het toe. Dus ja, de groene. Ook deze houdt weer iets meer ruimte over. Ja, het is dus een beetje gek, maar dat is wel normaal hoor. Dat niet elke broek hetzelfde zit. Elke maat heeft toch altijd een klein beetje een afwijking. Alsnog zit die super mooi en de lengte ook heel fijn. En toch weer een ander kleurtje. Dan heb ik ook voor Bonaire een bikini gekocht. En het leuke is, ik zag deze bikini op de website en toen dacht ik, zal ik mezelf gunnen? Nee, ik ga het niet doen. Ik heb bikinis zat en toen kwam ik hem dus tegen. En deze, even kijken hoor, wat heb ik hiervoor betaald? Hier heb ik €10,55 voor betaald. Voor zowel het topje als het broekje. En ik vind hem echt heel mooi. Ik vind de kleur heel mooi. En deze is dus ook van het huidige seizoen. Van de huidige collectie. En een meisje in Love Island had hem toevallig ook aan. En toen dacht ik, hey, die heb ik ook. Wat een mooie bikini. Die ga ik heel veel aan dragen daar. Het is wel een beugelbikini. Maar hij zit super comfortabel. Ik heb hem al even gepast. Maar ik zal hem ook voor de video nog heel even aantrekken. Ginny komt even mooi mijn sokken vervagen. Oh, hij loopt weg. Jammer. Dit is de bikini. Dat kan ik ook even zo doen. Er stond op de website, en ik ben het daar wel mee eens, want ik heb er dus ooit eens naar gekeken om te bestellen. Bestel een maatje groter. Ik denk dat het broekje net lekkerder had gezeten als hij een maatje groter was geweest. Omdat hij nu hier een beetje druk heeft, wat niet per se hoeft. Ik vind het niet storend en ik vind hem nog steeds heel leuk. Maar dat is een tip, mocht je hem nog op de website willen bestellen. Of mocht je op Vinted willen kijken. Ja, ik denk dat een maatje groter net comfortabeler was, maar... En dit is ook nog niet echt mijn kleur, hè? Ik denk na een paar weken Bonaire dat hij meer tot z'n recht komt. Deze heb ik al een aantal keer aangehad. En dit is ook al wat langer geleden, maar ik wilde hem toch even laten zien. Omdat je misschien hier terecht komt vanwege de shoplog en dus niet mijn vlogs kijkt. Maar deze heb ik ook op Vinted gekocht. Dit is ook weer de Lofi's standaard wijde broek. En maat M. Deze is ook weer satijn, net als die andere, de blauwe, de eerste volgens mij. En ook deze valt weer wat groter. En het leuke is, ik heb deze van een volger gekocht. En daardoor is die een soort van extra speciaal of zo, vind ik het extra leuk. Met die blauwe is dit degene die ik echt het meest pak. Ik vind hem zo leuk. En pas was ik op een verjaardag, toen had ik deze aan en toen zei iemand... Ik wist dat jij in een vrolijke broek ging komen. En dat is echt zo'n compliment. Ik sta ondertussen gewoon bekend om mijn vrolijke broeken. En ja, eerlijk, ik word daar heel blij van. Dus ja, deze heb je misschien al gezien, maar ik zal hem nog heel even aantrekken. Ook weer een heel fijn exemplaar. Volgens mij ben ik bij deze vergeten te vertellen. Ik heb deze ook voor 5 euro gekocht, waardoor die uiteindelijk dus €8,60 was in totaal. Ik moet erbij zeggen, dit stofje is gevoelig voor katten. Dus alle kattenvrouwtjes, die satijnen broeken, als ze daar nageltjes in zetten, ja, vinden ze niet leuk. Het scheelt door het printje dat je het bijna niet ziet. Maar ja, deze, het is fantastisch. Het is fantastisch. I love it. En ja, ik zou hem elke dag kunnen dragen. Maar gelukkig heb ik wat om af te wisselen. Ook leuk om nog te zeggen. Al deze spullen heb ik dus gekocht van het geld wat op Vinted stond van mijn eigen verkoop. En dat is dus wat ik zo leuk vind. Ik ben iemand die best wel snel kleding zat is of uitgeraakt erop raakt. En dan ga ik het dus verkopen. En van het geld wat dan op Vinted staat koop ik weer iets nieuws. En op zo'n manier kun je dus heel duurzaam toch veel afwisseling in je kledingkast hebben.
Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik heb zelf ook vind het, maar momenteel zit ik dus in het buitenland. Maar ik ben wel van plan om daar ook weer mee door te gaan. En ik zou zeggen, ben je op zoek naar leuke Lovie spullen? Kijk op Vinted, want het is echt een succes. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende.